Ik ben Ellen Visser. Ik werk bij Rijkswaterstaat, bij een van de regio's van Rijkswaterstaat, Zee en Delta. En Zee en Delta heeft het meeste water van alle regio's van Rijkswaterstaat. Wij beheren de Noordzee en onder andere ook de Oosterscheldekering. En dat beheer kun je eigenlijk alleen maar doen als je verstand van zaken hebt. En verstand van zaken, daar heb je informatie voor nodig. En zeker nu we sinds dit jaar ook publiekelijk aan onze zorgplicht moeten voldoen, dat is gewoon een verplichting onder de waterwet, is informatie belangrijker geworden dan ooit. Dus daarom denk ik dat zo'n waterinformatiedag voor mij een heel belangrijke rol kan spelen in mijn werk. Dat je bij informatie niet alleen moet denken aan de data en de gegevens en de systemen, maar vooral ook aan de organisatie die nodig is om te bepalen welke gegevens je nodig hebt en hoe je die kunt gebruiken. Okay. Dus uiteindelijk is het toch gewoon een mensending, meer dan een systeemding. Heel helder. Oké, dankjewel. Graag gedaan.